Ja, ik had er heel lang niks meer van gehoord en ze bleek nog steeds SPA-kamerlid te zijn. Oh, te gek. Ieder zijn hobby. En ik las en dat ging goed. Dat ging echt goed. Dat was ook weer in het kader van de volledige transparantie en openheid. Wat we allemaal doen op dit moment, politici. En op een bepaald moment voelde ik... Ik voelde gewoon in mijn ooghoek... Nu komt een uitspraak, Maya, die je beter niet zou doen. Maar te laat. Ze deed ze wel. Ze zei namelijk... Kijk, zegt ze... Ik zit niet in de politiek omwille van de centen. Ik dacht al, opletten nu. Opletten. Nu moet je opletten, Maya, wat er nu gaat komen. Ik zit niet in de politiek omwille van de centen. Want dan was ik beter in de privésector gebleven. Ik wist helemaal niet dat Maya ooit gewerkt had in de privésector. Wist ik niet. Heel lang geleden. Dat bleek in de farma-industrie geweest te zijn. In de farma. Vond ik raar. Ik keek opnieuw naar die foto. Jij in de farma-industrie? Dat vind ik vreemd gewoon. En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Die zal van die hele gevaarlijke medicijnen hebben moeten proeven. Om te testen. En dat zie je er nog een beetje aan. Maar goed, ze zat dus nu in de politiek. Maar niet omwille van de centen. Want, zo zei ze... En toen wist ik, nu kunnen we nog stoppen. Toen zei ze, ik kom vaak mijn collega's nog tegen uit de farma. En die rijden allemaal met veel dikkere auto's dan ik. Zelfs toen dacht ik nog, nu kunnen we nog remmen. Maar nee, ze ging gewoon verder. Was ze ongeveer verantwoordelijk voor de tweede beste politieke quote van het jaar. En toen zei ze, terwijl ik rij nog steeds met een klein BMW'tje. Niet doen! Niet zeggen! Zeker niet als socialist. Niet doen! Ze bedoelden het goed. Ze meenden het echt. Ik voelde wat ze wou zeggen. Ze wou zich indammen. Ze wou zich kleiner maken. Mocht dat niet doen. BMW. Van die vette Beierse letters. Dodelijk in een interview met een socialist. En dan vervolgens afkappingsteken. Tje. Dan weet je gewoon, politieke carrière is gedaan. Fini. Ze bedoelen het echt goed. En toen zocht ik nog extra info op, online. Over Maya, die ik lang vergeten was. Toen werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Toen las ik op Wikipedia. Dan wist ik echt niet, Maya de Tjeze is maar 1,55 meter hoog. Dat maakt het nog erger. Voor haar is dat helemaal geen klein BMW'tje. Dat is een mega grote BMW. Dom. Dat is dom.